Onmogelijk wil ik nooit zeggen, maar het zit er wel tegenaan. Kunstrijdster Niki Worries uit Almere staat voor een bijna onmogelijke opgave. Ze moet een dik persoonlijk record rijden om nog kans te maken op de Olympische Winterspelen. Om het te halen moet ze tijdens twee internationale wedstrijden ver boven haarzelf uitstijgen. Er gebeuren wel vaker wondertjes, laat maar zeggen. Soms dan haal je punten die je niet verwacht. Als ik van tevoren kijk naar de wedstrijd, zou ik niet zeggen van oh, ik verwacht nu op deze wedstrijd 190 punten te halen of zoiets. 186 is gewoon een hele hoge score. Dus ja, realistisch. Ik heb al vaker onrealistische dingen gedaan. Laten we het daarop houden. Ondertussen ziet ze dat het 16-jarig toptalent Lindsay van Zundert boven komt drijven. En dat, zoals het nu lijkt, zij de meeste kans maakt op de Spelen. Ja, het hoort bij de sport. Op dit moment doet zij het gewoon heel goed. Ik ben eventjes eruit geweest weer. Dus dat is al heel snel. Als iemand anders dan opstaat en de kans grijpt en ook gewoon goed presteert, dan is het logisch dat ze haar naam gewoon regelmatig noemen. Er is ook een tijd geweest dat mijn naam regelmatig genoemd werd en anderen niet. Ja, zo gaat het. Waar de een het laat afweten, staat de ander op. Op dit moment denk ik dat ik veel meer bezig ben met de stappen die ik aan het maken ben voor mezelf. Op een gegeven moment ga ik ook stoppen natuurlijk. Je wil iets afsluiten op een goede manier. Dus ik heb hele goede gesprekken gehad met mijn coach. En ja, Olympische Spelen is natuurlijk altijd een droom geweest. En dat zal het ook altijd zijn. En misschien blijft het ook voor altijd een droom. Dat weet je niet. Maar op dit moment wil ik gewoon voor mezelf elke wedstrijd goed rijden. Elke wedstrijd weer beter dan de vorige. Dus en wat voor punten daarbij komen, dat zien we wel.